Hallo, leuk dat je weer een kijkje neemt bij Creations bij Jolan. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze leuke bloem kunt maken. Van de week komt ook dit doosje erop te staan. In het doosje zit een heerlijk ruikend stukje zeep voor iemand die een klein ongelukje heeft gehad. Hoe heb ik deze leuke bloem gemaakt? Daarvoor heb ik de bobeeldenpons gebruikt. Ik heb 6 keer dit stukje uitgeponst. Dat heb ik gedaan met het papier wat op dit moment in de aanbieding is bij Creations bij Jolan. Het papier is dubbelzijdig en hartstikke leuk. Het PPP'tje Go Wild. Zoals ik jullie net al vertelde, heb je 6 van deze stukjes nodig. Meestal pak ik een pen, maar de achterkant van de schaar gaat ook prima. Ik maak hier in het midden eigenlijk de vezels van het papier een beetje stuk. Gewoon heel simpel op deze manier. Dat doe ik bij alle 6 de stukjes. Daarbij gebruik ik altijd een klein beetje lijm. Nou, gewoon even een klein beetje lijm op het uiteinde. Op deze manier plak je het vast. Dit blijft dan heel mooi rond doordat je het net even met een pen of met de achterkant van een schaar een beetje omgekruld hebt. Op deze manier maak je 6 van deze stukjes. Je moet ze even vasthouden en dan blijven ze wat beter plakken. Ondertussen pons je even een klein cirkeltje uit. Daar doe je een klein beetje lijm op. En de stukjes ga je gewoon erop lijmen als het ware. Op deze manier. Ik doe altijd eerst de linker en de rechter eventjes erop. Die leg ik precies zo tegenover elkaar. Dan weet ik dat er 2 daar en 2 daar moeten komen. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik denk dat ik nog iets meer lijm nodig heb. Maar een klein beetje lijm erbij. Anders ben ik bang dat hij zo meteen niet goed blijft zitten. De andere plakje aan deze kant. Doe je ook aan deze kant. Ik zie dat ik niet genoeg lijm heb, dus ik doe hier nog even gauw een beetje lijm op. Zodat ik zeker weet dat het goed blijft zitten. Zo. Je kunt de stukjes nog, als je zou willen, iets in elkaar schuiven. Nou, op deze manier. Deze stempel Homemade for You was ook in de aanbieding. Ik heb dit stukje uitgeponst. Dat ga ik voor jullie ook nog een keertje doen. Ik heb er gewoon van tevoren alvast een aantal even gestempeld. Voor gewoon wat leuke dingen. Dat is deze. Ik heb een stuk of 6 dimensionals op elkaar geplakt. Die plak ik hier onder. En ik plak dit zo in het midden. Gewoon heel simpel op deze manier. En je verdeelt nog even netjes de bloemetjes. En klaar is je bloem.